Welkom bij de bespreking van Marcus 15, vers 23. De Heer wordt door de lijfwacht van Pilatus gebracht en misschien wel gesleept naar de executieplaats, die een sinistere naam heeft, een duistere naam. In het Hebreeuws Gulgolet en dat is in onze taal Gogota geworden: een plek van de dood. Een plek die daar, wat naam betreft, ook naar verwijst, want die naam betekent schedel. En dan schrijft Marcus erover in vers 23, ze wilden hem met vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze wilden hem geven, schrijft Marcus. De vraag is onmiddellijk, ja wie zijn dat dan, die ze? Allereerst en het het meest voor de hand liggende antwoord uh, is dat het de soldaten zijn, want die zijn voortdurend de handelende partij. Vanaf het moment dat Pilatus Jezus in hun handen heeft overgeleverd, zij doen het. Alle werkwoorden wijzen erop dat zij wat doen, dat zij handelen. Ze grijpen ook Simon van Sirene bijvoorbeeld. Maar hij biedt zich niet aan, hij wordt gedwongen, geprest om de dwarsbalk van Jezus te dragen. De soldaten zijn de handelende partij in deze. Maar als je dan wat verder kijkt naar wat Marcus erover schrijft, dan komt er toch een ander beeld tevoorschijn. Want Marcus die heeft het over met mirre vermengde wijn. Wijn waar mirre doorheen gemengd is. Nou is mirre gestolde hars van een mirreboom en een kostbare specerij in die tijd. Het was heel welriekend, het ruikt heel lekker. Het was ook een van de drie genoemde geschenken die de wijzen uit het oosten brachten naar Jezus. Goud, hier ook aan mirre. Heel bekend geworden. Het is een kostbare specerij. Het is ook een bittere. De mensen die mirre verzamelden kregen er bittere handen van, schrijven Joodse bronnen. Uh, en dat is misschien omdat bitter ook wel de reden waarom Matthäus uh, het woord uh, gal gebruikt. Is gegeven een wijn met gal vermengd, met, met bitter vermengd. En dat is dan een letterlijk citaat uit de oudste Griekse vertaling van Psalm 69, vers 22 uit de Septuaginta, waar datzelfde woord gal ook inderdaad de vertaling is van het Hebreeuwse woord uh, dat oorspronkelijk in die tekst staat. Kortom, soms hebben teksten een ingewikkelde route. Uh, om tot hun eindbestemming te komen, als het ware. En dat is hier dan ook te zien. Het maakt de prijs van de wijn duurder. Als er midden doorheen gemengd wordt, wordt de wijn duurder. Dit is ook wijn waarvan je mag verwachten dat hij niet vermengd is met water. Zoals bijvoorbeeld bij de Pesachmaaltijd wel gebeurde. Er waren twee of drie delen water bij gemengd. Maar dit is onvermengde wijn. En uh, dat is met een doel en een opzet. Daarover schrijft de Talmoet. Als je de vraag stelt: waarom willen ze, wie dat dan maar zijn, dit geven? Dan is het omdat de, de Talmoet, de vastgelegde mondelinge overlevering van Israël, dat voorschrijft. Geef de ter dood veroordeelde wijn met een gram wierook erin, schrijft de Talmoet. Zodat zijn zintuigen verdoofd raken en hij niet het hele lijden bewust hoeft meemaken. En dat is dan weer ontleend aan spreuken 31, vers 6. Waar staat: geef drank aan wie een kommervol bestaan leiden, geef wijn aan wie diep ongelukkig zijn. Nou, we moeten ik, ik moet erbij zeggen: hier uh, uh, wordt geen wier ook gebruikt, maar het woord midden wordt hier gebruikt. En daar zijn sommige uitleggers dan wel weer enigszins confuus over: van ja, wat betekent dat dan weer? Nou, er is een, uh, een, een geschrift van een legeraads Dioscorides, die leefde in de eerste eeuw voor Christus. En die beschrijft vanuit zijn praktijk als legeraad dat ook mirre een narcotische werking heeft. Oftewel een verdovende, een slaapverwekkende werking heeft. Mis je er een klein beetje van gebruikt. Dan wordt het langzamerhand wat duidelijker. Het is een verdovende wijn die de pijn verdooft. En dat brengt de meeste uitleggers ertoe om te denken... dat dit een gebaar van medeleven was... Dat voortkwam vanuit vooraanstaande vrouwen in Jeruzalem, want die hadden die gewoonte namelijk. Bij ter dood veroordelingen, bij executies, hadden die de gewoonte om dit soort wijn te geven aan degene die gemarteld en geëxecuteerd werd. Vooraanstaande vrouwen regelden dat meestal. Het is een gebaar van vriendelijkheid. En het is dan ook niet logisch om te verwachten dat dit bij de soldaten wegkomt. De niet, waarschijnlijk niet Joze soldaten van Pilatus' zijn lijfwacht. Zullen met de veroordeelde niks op hebben. Dat kun je aan alles merken, aan de manier waarop ze de veroordeelde behandelen. En ze zullen er zeker niet naar zijn om hem zijn pijn te verdoven. Ze willen hem juist meer pijn bezorgen. Misschien gaat het hier zelfs om de weeklagende vrouwen. die in Luca's 23, vers 27 genoemd worden. Luca's is de enige die dat noemt. Uh, over vrouwen die weeklagen over Jezus en zich in een rouw op de borst slaan. Misschien deden die dat wel. Want eh, dat zou niet, eh, niet raar wezen voor hun gedrag. Al maar al komt er dan toch een beeld uit te voorschijn waarbij niet de soldaten, maar de vrouwen van Jeruzalem hier de handelende partij zijn. Een gebaar van vriendelijkheid. Maar Jezus neemt hem niet aan. Waarom is dat? En Marcus schrijft dat er niet bij, maar uit het totaal van de Evangelie en uit andere teksten kunnen we wel een paar dingen bedenken. Misschien heeft het te maken met de beker van Gethsemane. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zegt Jezus tegen God de Vader. In een worsteling van heb ik jou daar. Hij wil de beker van Gethsemane, de beker van God drinken en niet de beker van de vrouwen. Een andere reden is misschien wel dat Jezus niet verdoofd wenst te worden, omdat hij de volheid van het lijden moet dragen. Naar zijn eigen keuze en naar de wil van God. Misschien hangt het ook wel samen met de plechtige belofte die hij aan zijn leerlingen heeft gegeven dat hij niet meer met hen van de vrucht van de wijnstok zal drinken dan dat hij die nieuw zou drinken in het koninkrijk van God. Nou, dit is duidelijk niet het moment waarop het koninkrijk van God zichtbaar is voor de ogen van mensen. En misschien is dat ook wel de reden waarom dat Jezus zegt: ik wil die niet nemen. Geen verdoving in elk geval. Alle pijn, alle lijden wordt bewust. Door Christus gedragen. Tot zover. Er komt nog meer uit deze leidersgeschiedenis, dus mogelijk tot ziens. In elk geval, God zegen toegewenst.